Letterlijk en figuurlijk 2,06 meter in de heenwedstrijd. 24 dagen terug, 24 punten en 14 rebounds. Voor de nummer 3 in het blauw. Nu dus zijn eerste score. Makonda. Makonda draait daar zeer behendig om Mutic heen. 11-8 met nog een goede 4,5 minuut in dat eerste kwart. Ja, mooie actie hoor. Vrije doortocht voor Stef Schouwvlieger. Zijn tweede score. Makonda. Burnett. Zo, een drietje. Heerlijk. Oh, schitterend Burnett. Moeilijke bal. En een schitterende dunk van Douwes. Die hier de bal krijgt. 25-19. En nog een poging en nog een score. Zie beledigen. Het momentum is aan de Belgen. En daar ook de score. Om meer rol van betekenis te kunnen spelen. Makonda. Moors. Ja. Zet LWD weer aan de leiding. Kleine 4 minuten voor RJ Gunn. RJ Gunn met een drietje. 0 nog voor Aalst. 3 punters. Ah, mooi hoor, Delft op Gunn. En dan Moors. Ja, dan maar zo. LWD kan weglopen. Met Delft, de topschutter. Warner dan. Warner met een drietje, ja. Daar de vrije man en de ring geraakt door Glenn Temmerman. 2 minuten, 5 punten de voorsprong voor de LWD. Oh, Moors, ja. Schitterend vrijgespeeld door RJ Gunn. De ring geraakt. Nog goede, kleine anderhalve minuut moet ik zeggen. Tot aan de rust. Oh, mooi om de man gedraaid hoor, door Ivan Maras. Moors, topschutter in de wedstrijd samen met Maras. Allebei 10 punten. Hier mooi gedaan hoor. Met de linker. Stef Schouwvlieger. 42-37. 20 tellen nog. Burnett. Heerlijk enkelhandig flotertje hoor. Oh, RJ Gunn met per ongeluk de assist op Tammerman. En daar de dunk. Burnett. Oh, mooie bal hoor. Douwes en coach van Sliedrecht die elkaar nog kenden van Joost United. Nu eerst deze laatste twee wedstrijden in Elite Zilver. Of beter gezegd, 1 kwart en 1 wedstrijd. Vrijdag in Mechelen. Maras. Mooie fadeaway jumper hoor. Een goede 8,5 minuut in deze wedstrijd. Burnett Dorsen met de dunk. Ja, 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 mooi hoor, die euforie.
Doorsen. Niks aan de hand. Uitstekend gedaan. Vrije doortocht voor Marchand met nog 6,5 minuut. 57-54. Het is ongemeen spannend. Ring geraakt. Welke kant gaat deze wedstrijd opvallen? LWD het meest en het langst voorgestaan. Maar Maras. Maconda en Moors uiteindelijk. Door 5 minuten te gaan. Moors komt op 15 punten. En een drietje van Delft. Eén nog meer vrij voor LWD. Ik zie Joost United en Feyenoord, de twee concurrenten, morgen in actie komen. Mooie alley-oop hoor. Afgemaakt door Moetic, aangegeven door Marchand. Tweede assist pas van vandaag. Vorige wedstrijd had hij er 10. Daar. Ledigen maakt er 62-60 van. Met nog 3 minuten. Wat een wedstrijd. Nou, Moetic maakt er gelijk van. Moetic daarmee in de dubbele cijfers. 1 minuut 51 in de wedstrijd. 62-62. Brandsma. Nee, Moors. Moors natuurlijk, ja. En een score. Daar komt Ledigen, schouwvlieger. Gaat voor de lay-up. Ze gaan voor het gelijke spel. 1 tel nog. 1 tel. En de vrije worp van James Moores. En die zit. Extase. Wat een wedstrijd, wat een slot. James Moores, de Nieuw-Zeelander, kroont zich tot matchwinnaar. 67-66.